Belangenorganisatie voor sekswerkers Proud vierde op 15 februari de dag van de betaalde liefde. Hiermee wil ze positieve aandacht vragen voor sekswerkers. Hoewel de meeste Nijmeegse inwoners niet op de hoogte zijn van deze viering, klinken ze over het algemeen aanmoedigend. Ik vind vooral dat iedereen zelf moet doen wat ze zelf willen doen en wat ze zelf leuk vinden. En als zij daar vrolijk van worden, dan moeten ze dat vooral doen en moeten ze zich daar niet voor schamen. En zo naar hun, man. Ja, iedereen doet zijn ding. Ziet u het als een normaal beroep? Ja, niet helemaal in de zin dat ik vind dat je je eigen waarde daarmee heel erg naar beneden haalt. Maar het is natuurlijk een keuze die ze zelf maken. En als ze er helemaal achter staan en zij willen zelf, ze kiezen er bewust voor om op die manier hun geld te verdienen, dan wie ben ik om daar iets van te vinden. En ik denk dat het goed is dat ze zijn, sowieso. Volgens Proud heerst er een stigma op deze sector vanwege onder andere criminaliteit en illegale prostitutie. Gemeente Nijmegen doet haar best te zorgen voor veilige, goede arbeidsomstandigheden. Er zijn alle eisen voor. Ja, en die geven wij natuurlijk mee in de vergunning. En dat betekent dat je natuurlijk ook politie en gemeente op toe moet zien dat die vergunning ook gehanteerd wordt. Om ook misbruik of mensenhandel te voorkomen. De raamprostitutie in Nijmegen gaat rustig en is goed gereguleerd. Over de tippelzone werd er in het verleden verschillende meningen verkondigd. Kijk, het college van BMW heeft jaren geleden gezegd, als je kijkt naar de trend ook in het land en ook de omstandigheden waaronder de vrouwen moeten werken op de tippelzone, dan kunnen we er misschien beter van af zijn en het geld stoppen in zorg voor die vrouwen. De gemeenteraad heeft gezegd, nou dat willen we niet. We willen die tippelzone toch in stand houden. Er moeten wellicht wel wat verbeteringen komen, ook in de omstandigheden zoals die daar zijn. Dat heeft ertoe geleid dat we vanaf 2020 gezegd hebben, oké, dan blijft die open. Maar we gaan wel opnieuw kijken wie er werkzaam is, want die krijgen dan een nieuwe pasje, zoals het heet. Je zou kunnen zeggen, een soort van vergunning dat je op de tippelzone mag werken. We houden dat natuurlijk ook bij. Het is ook juridisch volop in beweging. Er komt nieuwe wetgeving aan. Maar dat is op dit moment zoals we ermee omgaan. Proud vindt het goed te horen dat gemeente Nijmegen de veiligheid waarborgt. Toch valt er volgens de organisatie nog veel meer te halen op het creëren van een goed beleid. Sekswerkers zouden meer moeten worden betrokken. Proud nodigt elke gemeente, waaronder gemeente Nijmegen, uit om hierover in gesprek te gaan.